echt doorgepakt wordt op bewoningbouw. Dan komt de Tweede Kamer nu in verzet tegen de wijziging van de dierenwet. Ja, onlangs vierde de Partij voor de Dieren nog feest met een heuse eendjestaart, omdat ze het voor elkaar hadden gekregen om een wijziging van die dierenwet er doorheen te krijgen. Maar die wijziging die is zo ruim opgeschreven dat er nu discussie over is ontstaan. Want mag je nog wel je hond aan de lijn houden als die nieuwe wet er doorheen is? Dat is nu de vraag die bij veel mensen leeft. In de wet staat namelijk nogal ruim opgeschreven dat de dieren in hun eigen natuurlijke omgeving moeten leven. Nou, de Partij voor de Dieren die zegt dat is bedoeld zodat we onder meer in de veehouderij de koeien de wei in kunnen sturen en dat eendjes daar lekker in een vijver ronddobberen in plaats van in hokken zitten. Maar er is dus grote zorgen bij verschillende mensen over vooral dus ook de huisdieren. Want mag je die dan nog wel aanlijnen? Mag een konijn nog wel in een hok? Ja, dat is natuurlijk niet de natuurlijke situatie. Maar ja, dat heb je met huisdieren misschien sowieso al wel. VVD-Kamerlid Tom van Kampen die wil dat het kabinet dus de oude wet behoudt. En er is dus nu weer meer verzet in de Kamer tegen een wijziging die eerst juist wel werd goedgekeurd. Maak jij je zorgen, Mark, over jouw kat? Ik hoor het aan en ik denk van, wat is dit? Dat zo'n Partij voor de Dieren deze waanzin probeert door te drammen. En dat het dus nu een soort herstelwet komt over of je de hond al dan niet mag aanleiden. Dat is toch krankzinnig. Je hebt zelf geen hond, hè? Je hebt een kat, die zien we hier. Ja, dat is Westy, vernoemd naar Westy Snijder, uit 2010. Ja, als ik hier met Westy over moet praten, dat wordt een beetje gekkigheid, hè? Ja. Dus ik laat hem lekker lopen waar hij wil. Ja. Maar vind je dat die dierenwet aangepast moet worden? Of in ieder geval weer terug naar de bestaande regels? Want daar komt het geloof ik op neer, die oproep, dat er niet zoveel verandert. Ja, als je me nou eerlijk vraagt, zou ik zeggen ja. Want als die wet van de Partij voor de Dieren zo ruim is opgezet dat je dus honden aan de lijn dat niet mag, ja, dat slaat helemaal nergens op. Ja, ik denk dat het doel van de wet, juist bij intensieve veehouderij, dat die heel goed is. Ik ken de details niet precies over die verruiming, dus daar moet even goed naar gekeken worden. Maar het doel van die wet is echt heel goed. Ik weet niet of de bedoeling is of we allemaal een kat uitlaten met een aan een lijntje. Dus daar moet even goed naar gekeken niet, worden. Maar het gaat vooral om die honden, dat die dan ook niet meer aan de lijn mogen. Ja, maar nou, dan zegt u, daar gaat deze wet niet over. Maar er is blijkbaar wel onduidelijkheid. Kennelijk over. Is het wel zo ruim opgeschreven dat is nu, ja, gehandhaafd kan worden op een of andere manier. Ja, nou ja, wat ik zeg, ik weet die details ook niet precies. Maar het doel van die intensieve veehouderij is echt heel goed. Dus laten we wel zorgen dat er doorheen komt. Daar gaat het u dus om. Goed, ik ben benieuwd, Nicky, naar het weer. Ja, en ik dacht misschien goed om te zeggen, die hele onduidelijkheid hier is, dat is dus ook de crux. Ja. Dat het zo ruim is opgeschreven dat ook de minister zegt, ja, ik weet niet wat het voor juridische gevolgen kan hebben. Had ik misschien niet helemaal goed uitgelegd.